In de groeven zelf zal een zogenaamd mergelmeer met een oppervlakte van 60 hectare worden aangelegd. Het geheel zal na afgraving een bijzonder mooi natuurgebied vormen met nog meer prachtige wandelroutes dan reeds nu het geval is. A good example of an area restored by MC can be seen on the left.